Dames en heren, ik ben sinds november 20 jaar samen met mijn vrouw. 20 jaar. Dat is een titi verbeeld, hè. Nee, 4 jaar. En dat is nu wat schone dat ik als een soort van ervaringsdeskundige van 20 jaar relatie kan zeggen tegen jullie. Na 20 jaar relatie, hè, is het vet serieus van de soepen. Echt hoor. En weet je wat het vet van de soepen naartoe is? Het zit al hier. Oh, hier, hoor. Ik wist niet eens dat er zoveel vet op die soepel af vindt. Dat is al zo met de jaren. Dat mindert. Ik kan het er niet aan doen. Dat is normaal. Ik had er onlangs een ongelooflijk gesprek over met mijn vader. Din zei het volgende. Din zei zo van... Ja. Verteerd. Ja. Oh, nu is het lore. Ja. Dus ja. Zo weet je het, hè. Nee. Mijn pa had echt goed uitleggen. Echt wel. Din zei tegen mij van drie zetjes. Het is achter 20 jaar relatie is je vrouw jammer genoeg ook onderhevig aan de wet van het marginaal nut. Zeg, wat? Wat is dat? Ken je dat niet, de wet van het marginaal nut? De wet van de dalende meerwaarde. Zeg dat niet? Ik vind dat niet te zeggen, dat is een wet uit economie. Ik bedoel, dat bestond, hè? En wat wil dat toch zeggen? Zeg, ja, dat wel. We zeggen dat de absolute waarde van je vrouw blijft tegen, maar relatief ten opzichte van de tit dalt dat. Was gewoon dat. Ik zei, wat wil dat zeggen? Zei, oké, ik kan het simpel uitleggen. Kijk, het is juist hetzelfde. Pak nu een stosne zep. En ga oosten en een tasse koffie. Ja? En ga zet je een tasse koffie, je drinkt dat dip en dat smakt. Oh, njami, dat smakt. En wat zeg je toen? Weet je wat, ik ga me nog een tasse zetten. En je drinkt nog een tasse koffie en dat is ook goed, ja. En wat doe je toen? Je pakt je nog een tasse. En toen nog een. En toen nog een. En toen nog een. En nog een. En wel, hij zegt, er is bij die 10e tasse koffie, hè, dat is nog exact dezelfde koffie of in het begin. Maar nu spuug je dat uit.